trots ben ik op de successen die ik behaal met de mensen die ik coach. Hallo, ik ben Jibriet Bergen. Ik ben eigenaar en coach bij Life Coach Rotterdam. Ik ben nu 20 jaar bezig met werken met mensen. Ik ben eerst 10 jaar maatschappelijk werker geweest met alcohol- en drugsverslaafde mensen hier in Rotterdam. Dat was heel pittig, maar ontzettend leerzaam. Later ben ik ook daarnaast gaan draaien als DJ, vooral hier in Rotterdam. In de Nauwe Wouw, Nighttown of Corso waren allemaal discotheken waar ik vroeger heel vaak draaide. En nu heb ik een heel goed lopend coachingsbureau. Waar ik ontzettend trots op ben dat het zo goed loopt. Dat heel veel Rotterdamse ondernemers of überhaupt ondernemers willen is groeien. En dat wil ik dus ook met mijn coachingbureau. Ik wil zorgen dat ik straks zo vol zit dat ik andere coaches in dienst moet nemen om de coaching te doen. En dat ik daar natuurlijk een percentage over krijg. Dat is mijn droom. Maar ook wat ik, dat is dan meer persoonlijk, maar wat ik gewoon leuk vind voor überhaupt voor mensen is als ze gewoon meer succes halen in hun leven. En als ze merken dat ze dat door coaching kunnen bereiken, dan is dat natuurlijk voor mij de ultieme beloning. Ik zie mezelf over een aantal jaren, als ik wat ouder en wat grijzer en misschien nog iets dikker ben, dan zie ik mezelf al meer zeg maar soort captains of industry doen als coach. Wat natuurlijk een hele andere dimensie is dan de ondernemers die ik nu heb, maar wat ook heel veel parallellen heeft. Dus dat voor mij is dat mijn toekomstdroom. Ik wil daar naartoe bouwen dat ik zoveel kennis en ervaring heb dat ik dat soort mensen echt goed kan coachen en goed kan ondersteunen. Nou ja, wat ik sowieso doe is ik spar altijd met een andere coach uit Den Haag. Die heeft ook een succesvolle coachpraktijk. Dus wij willen altijd minimaal één keer in de maand met elkaar zitten. Dan sparren we over alle dingen waar we tegenaan lopen. Dat is zowel inhoudelijk als waar we tegenaan lopen met de mensen die we coachen. Als met het uitbouwen van ons bedrijf. Daar haal ik heel veel inspiratie altijd uit. We proberen elkaar echt altijd uit te lokken of uit te dagen om nieuwe stappen te ondernemen. En gek genoeg ook echt cliché dingen als lopen met de hond in het Kralingse Bos. Ik woon vlakbij het Kralingse Bos. Ik vind dat echt te gek. Ik vind dat echt een moment dat je eventjes, het liefst laat ik ook mijn telefoon thuis, dat je eventjes over dingen na kan denken. Van goh, hoe moet ik het nou aanpakken? Wat moet ik nou nog eens ondernemen? Wat ligt er nou eigenlijk nog allemaal op mijn bordje waar ik wat mee moet? Ja, meest trots ben ik op de successen die ik behaal met de mensen die ik coach. Dat geeft mij de meeste energie. Daar ben ik ook echt trots op om te zien dat mensen enorme stappen maken in hun, zowel hun zakelijke als in hun privéleven. En zeker als dat dan daar zo'n succes uitkomt, dat mensen dat zelf ook echt heel erg op gaan vallen. Dat maakt me heel erg trots. En ik vind het ook dan, als mensen me dan voorstellen aan andere mensen, als zijnde van, hé, dit is mijn coach, door hem gaat het nu zo goed. Het zou ook echt wat voor jou zijn, dat vind ik echt, dat is echt kippenvel, weet je, dat iemand zoveel vertrouwen in je heeft en zo blij met je is. Dat doet me heel erg goed. Dat geeft me echt heel veel voldoening. De eerste tip is misschien wat flauw en heeft een hoog wij van wc-eend, bevelen wc-eend aan, maar zoek een coach. En dat hoeft niet per se bij mij, dat mag wel natuurlijk, maar ik denk dat het heel goed is voor mensen om af en toe te sparren met iemand die zonder enige band met jou eerlijk tegen je kan zijn. Ik denk dat daardoor heel veel producten of dienstverlening of datgene wat je wilt doen met je onderneming echt beter wordt. Ook al heb ik geen reet verstand van ICT of van wat voor soort product dan ook. Ik kan wel vragen stellen waardoor ik diegene aan het denken zet. En daardoor wordt het product beter. Tweede tip is echt leer delegeren. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is voor heel veel ondernemers die ik coach.
Ik zie heel veel ondernemers die vooral bezig zijn met alles naar zich toe trekken. In plaats van dat ze leren om te delegeren en personeel aan het werk te zetten. Ik denk op het moment dat je kan delegeren, dan kan je veel meer boven het bedrijf staan. En kan je veel meer aan het bedrijf werken in plaats van in het bedrijf. Ik denk dat als je wil groeien met je bedrijf, ligt daar een van de belangrijkste sleutels tot succes. En de laatste tip is, leer ook ontspannen. Er is meer in het leven dan alleen maar ondernemen. Ga ook leuke dingen doen. Ga sporten. Ga met vrienden wat drinken ergens. Ga op vakantie. Doe inspiratie op in andere landen. Ga eens kijken hoe ze daar dingen doen. Dat zijn denk ik mijn drie belangrijkste tips.